Een hele goede morgen. Ik heb misschien een ontzettend leuk idee voor mijn vlogs. Ik werd vannacht om 4:30 wakker. Natuurlijk een onmogelijk tijdstip als je er om 7:00 uit moet. Maar goed, ik werd om 4:30 wakker en ik had een leuk idee. Ik heb zoiets van, waarom verwerk ik niet elke dag een tip in mijn vlogs? En niet alleen een tip, maar ook een quote behandelen over positieve mindset en dat soort dingetjes. Laat me maar weten wat je daarvan vindt. En ik ga het gewoon doen en merk wel of jullie het leuk gaan vinden. En daar zijn we weer. We gaan weer aan de slag. En weer thuis. Nou, even snel wat eten, wat drinken en dan aan de slag met mijn planner die ik elke maand aan mensen die ik op mijn e-maillijst heb staan toemail. Dus ja, belofte maak schuld. Dus elke maand maak ik een nieuwe planner met leuke quotes erin, leuke doelstellingen die je er zelf in kan plaatsen. Dat ga ik straks even doen. Ik zal jullie straks even meenemen hoe ik dat nou precies doe. En misschien vind je het ook wel leuk en dan laat ik even een linkje onder deze video achter en dan kun jij ook deze planner downloaden als je dat heel graag wil. Maar eerst even wat eten. Nou, de video van vrijdag 20 mei staat nu te renderen en te uploaden naar YouTube. Ik heb maar niet Sony Vegas gebruikt, want mijn laptop loopt iedere keer vast, dus ik heb het anders opgelost. Ik hoop dat het kwaliteitsbeeldverhouding een beetje goed is, want het is toch Windows Movie Maker, hè, waar ik het mee heb gedaan. Maar ja, daardoor kan ik wel weer video's uploaden, anders had het niet gelukt. Wat eten we toch vandaag? Michelle is niet lekker, Gabriella is er niet en die is ook niet lekker. Wat gaan we nou weer eten? Ben ik dus met Steven? Wat eten?